Het is vandaag woensdag, woensdag 11 november. En dat is de dag dat minister Klink huisartsen dreigt met de tuchtrechter. Arno Timmermans, u bent directeur en voorzitter van het Nederlands Huisartsengenootschap. U bent zelf ook huisarts, hè? Ja. Bent u ook al geconfronteerd met mensen die zeiden... dokter, ik zit eigenlijk niet in de risicogroep, maar mijn kind huilt zo en is al zo ziek geweest. Zou u daar toch een klein prikje aan willen geven? Ja. Eigenlijk was maandag of dinsdag de eerste vraag nadat maandag bekend was geworden dat die kinderen tot de risicogroep behoorden van... ja, mijn kind is net 5 geworden en krijgt nu geen prik, kan die dan toch de prik krijgen. En wat zegt u dan? Nou, dat dat niet kan, dat leg ik uit. Nou zegt de minister, er zijn kennelijk huisartsen die geen hersens hebben, want dat zijn de mannen of vrouwen die toch een vaccin hebben gegeven aan mensen die buiten de risicogroep vallen. Heeft u mensen buiten de risicogroep al een vaccin gegeven? Kijk, dus een risicogroep is natuurlijk heel strak omschreven. En ik heb denk ik ook wel eens een patiënt die, waarvan je denkt... die heeft toch het nodige meegemaakt in de afgelopen jaren aan infecties... die niet strikt volgens de definitie binnen de risicogroep valt. Ik denk dat de bandbreedte, de marges, niet helemaal strak vast liggen. En ik denk dat de huisarts dus kan beoordelen... is dit een bijzonder geval waarin ik... enigszins afwijk van de strikte regel die er is. Dus de risicogroepen zijn duidelijk gedefinieerd... maar er is ook gezegd dat je daar als huisarts ruimhartig mee om mag gaan. Dat is heel wat anders dan mensen die totaal niet tot de risicogroep behoren. Ik vind het ook niet professioneel van die collega's... en bovendien ook oncollegiaal, want de andere collega's... die zitten dan met de problemen dat ze mensen weigeren... en dan zeggen ze van ja, maar die collega doet het wel, enzovoort. En het is ook niet verstandig, want die vaccins... die zijn beschikbaar voor de risicogroepen. Daar hebben we voldoende vaccins voor. Ook voor die kinderen die nu tot de risicogroep zijn gaan behoren. Ja, maar we hebben niet vaccins over. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken was hier vandaag te gast. Werd ontvangen door minister Verhagen van Buitenlandse Zaken. Een lawaai-protest in Amsterdam tegen de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Lieberman. Lieberman is omstreden. Toch was hij welkom hier in Nederland. In sommige andere Europese landen niet. In Engeland niet, Duitsland niet, Frankrijk niet. Ik geloof zelfs Italië niet. U heeft hem even gesproken. Ja, anderhalf uur. Anderhalf uur, ja. Hij was dus in ieder geval ook bij u en namens u welkom hier. Waarom eigenlijk? Nou, omdat ik wel vind, het is een bevriende natie. Het is een democratisch gekozen regering, een vertegenwoordiger daarvan. Dan vind ik dat je met zo'n regering ook moet kunnen spreken. Hij heeft gewoon gezegd, ik zou op dezelfde manier een einde maken aan de situatie met de Palestijnen als de Amerikanen in dat tijd met Japan gedaan hebben. Heeft hij gewoon letterlijk gezegd. Ja, maar hij ontkent dus dat hij dat zou hebben toegepast. Eens een uitsmijter in een nachtclub in Moldavië en nu de sleutelfiguur van de Israëlische politiek. Het gezicht van uiterst rechts. Als je al die dingen van zo iemand weet, dat gaat nou toevallig over Lieberman, kan ook een andere bewindsman zijn van een ander land. Is er een grens aan dat u zegt, ja, die geef ik liever geen hand? Kijk, ik denk dat Lieberman toch eieren voor zijn geld heeft gekozen... en vaten bij de wijn heeft gedaan, hoe je het ook wil zeggen... nu dat hij minister van Buitenlandse Zaken is geweest. Uh-huh. Ik heb hem ook bevraagd van hoe zit het nou met het vredesproces. U heeft eerder gezegd dat u het hele vredesproces niet meer ziet zitten. Nou, hij heeft in het gesprek van vanmiddag ook gezegd... wij streven gewoon een twee-staten-oplossing na. Oftewel, er moet via vredesonderhandelingen moet er een oplossing komen voor beide staten... zodat we vreedzaam met elkaar kunnen leven. Hij woont in een nederzetting die illegaal is, zelf. Ja. Als het doel is vrede... Laten we zeggen, u bent van een christelijke partij. Ik neem aan dat u vrede met een heel grote letters in uw partijprogramma heeft staan. Ja, niet ten koste van alles. Maar praten kost niks. Waarom praat onze minister Verhagen wel met deze, ik blijf maar zeggen, keurig zeggen, rechtse extremist en niet met de Hamas? Want er is geen enkel verschil. Ze bepleiten allebei oorlog en geweld en ze erkennen elkaar allebei niet. Ik denk dat de hele wereld graag wil praten met de Hamas. Nou, laat meneer Verhagen daar dan eens... Waarom Nederland dan niet? Er zijn alleen twee voorwaarden. Nee, geen voorwaarden. Dat zeggen wij niet alleen, maar dat zegt de Europese Unie en dat zegt de Amerikanen ook. Hele simpele voorwaarden. 1. Stop met het geweld. En 2. Erken je gesprekspartner, namelijk Israël. Nou, zo ingewikkeld is het niet. Zullen we dat dan ook tegen de Israëlische regering zeggen? Erken je gesprekspartner. Erken je gesprekspartner en stop met het geweld. Willem Wilk, je nieuwe boek heet Overleef de kredietcrisis. Maar ik wil toch even terug naar de periode van 2 jaar geleden. Toen was er een ander boek. En daarin kondigde je eigenlijk de financiële crisis al aan. Sterker nog, je had voorspellingen waarvan je kan zeggen... voor een deel zijn ze uitgekomen. Maar zo somber als jij het hebt geschetst, is het toch niet geworden. Niet alle banken zijn genationaliseerd. Niet iedereen is bankroet. Niet al het spaartegeld is verdwenen als sneeuw voor de zon. En je kunt nog geld uit de pinautomaat krijgen. Ben jij een beetje genezen van je depressie?
We hebben een dramatische situatie gehad. We zijn echt voor de poorten van de hel weggesleept. Dit hele wereldwijde systeem heeft op een haarna is echt volledig ingestort. En we moeten heel blij zijn dat de overheden handen heen hebben geslagen en met allerlei onorthodoxe maatregelen die dat systeem in stand hebben gehouden. Maar het optimisme dat wij dagelijks in de krant lezen, dat is vals. Pardon? Compleet. Dat is compleet vals. Er dreigen nu gevaren dus uit Japan, uit Engeland, uit Amerika. Het is een vrij uitzichtloos. Maar kan Nederland daar... Willem, maak ons nou niet zo zenuwachtig. Wat moeten we kunnen niks doen, zeg je. We gaan gewoon met z'n allen economisch dood en dan? Wat gebeurt er nee, dan? Nee, nou, economen die gespecialiseerd zijn, die spreken over het economische eindspel. Dit systeem is aan het einde van haar mogelijkheden gekomen. Zoals het Sovjet-imperium op een gegeven moment ook aan het einde van haar mogelijkheden. Argentijnse toestanden? Dat is heel onmogelijk, denk ik.